Goedemorgen allemaal. Het is maandag 9 november en ik ben weer klaar om samen met jullie te bewegen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het weekend. Super mooi weer. Dat jullie buiten zijn kunnen gaan wandelen, fietsen, sporten, bewegen, gaan spelen met de kinderen, eender wat. Maar ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van het weertje en nu terug klaar zijn om samen met ons te gaan bewegen. We gaan vandaag alles van op de grond doen. Dus als je een matje hebt, mag je zeker een matje nemen. Of een handdoek bijvoorbeeld, dat je onder je kan leggen. En dan kunnen we alles vanuit zit-lig doen vandaag. Dus we gaan wel wat buikspieren doen, een beetje rugspieren, beenspieren gaan ook aan bod komen. Maar alles gaat vanuit die positie zijn. En dat komt omdat ik een overbelaste teen heb. Dus ik kan zelf momenteel eventjes niet recht, allez, geen oefeningen doen op mijn teen. Maar we gaan dat dus zo oplossen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Dus als je een matje hebt, mag je zeker een matje gebruiken. Het is niet nodig. Als je er geen hebt, geen probleem. En een handdoekje of zo mag je zeker ook gebruiken. Goed. Er zijn al wat mensen aan het kijken. Hallo, goedemorgen. Typ gerust iets als reactie als jullie mij ook zien. En dan kunnen we van start gaan, hè. Je hebt opnieuw niet superveel plaats nodig. Ik ga een beetje naar achter gaan, dat je mij goed kan zien. En dan kunnen we actie ondernemen. Goed, dus we zitten neer. Je zit gewoon met je benen voor je. Je rug is mooi recht. Ja, als je kan, mag je ook gewoon je benen ontspannen. Als je die gestrekt kan houden, of bijna gestrekt, je mag ze ook een klein beetje plooien. Goed, we ademen in hier. Dus je maakt je rug recht. En armen komen terug naar beneden. Adem in. En armen komen terug naar beneden. Goed, adem in. Breng je armen tot op zij of tot op schouderhoogte. Ga mij naar voren zetten. Goed, oké. En breng ze naar voren. En terug op. En naar voren. En terug op. Je voeten of je benen zijn ontspannen, maar je probeert wel een rechte rug te houden. Ja? Dus breng je armen naar voren en breng je armen over. Als je een stoel hebt, mag je het ook op een stoel doen. Ja, dus je kan ook gewoon op een stoel gaan zitten. Benen mogen ook in kleermakerszit of een bankje. Minstens even goed. Ik heb mij hier nu neergezet. Oké, maar je mag zelf ook op een stoel gaan zitten. Oké, nog twee. En open. Drie. Nog eentje. Oké, ontspan je armen. Goed, als je op een stoel zit, kan je ook gewoon je benen heffen. Want de volgende oefening die we gaan doen, is ons ene been heffen. Tik over en tik terug. Tik over en terug. Over en terug. Over en terug. Nog twee keer. Tik en terug. En tik en terug. Andere kant. Dus je strekt eerst je been. Dan tik je geplooid, strek en terug. Hap en terug. En je probeert zo recht mogelijk te blijven zitten. En tik en terug. En tik en terug. Nog twee keer. En terug. En laatste. En terug. Oké, schuif je een beetje naar voren. Plooi je benen. Ja, en nu gaan we afrollen naar beneden. Zo traag als dat we kunnen. Wervel per wervel naar beneden. Traag, 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 traag. Probeer de beweging zo lang mogelijk te laten duren. Kijk naar voren. Probeer niet te gaan vallen. Traag helemaal. We tikken met onze handen achter onze grond. We maken ons super lang. Ja, en nu gaan we afwisselend hier onze knie tikken. En terug. Andere kant. Knie. En terug. En knie. En terug. En hap. En terug. Tik je knie, hap, tik en terug, en tik. Je kan het ook al zittend doen, mag zeker. En nog vier, en drie, en twee, en oké. Breng beide knieën op. Breng je handen gewoon naast of op je knieën. Ja, en nu gaan we afwisselen. Onze linkerknie uitstrekken en onze rechterhand naar achter doen. Dus hier. Uitstrekken en terug. Uitstrekken en terug. Dus telkens linkerknie, rechterbeen, rechterarm, rechterknie, linkerarm. Dus afwisselend gekruist en terug.
Hoe verder dat je gaat, hoe lastiger het maakt. Hoe hoger dat je blijft, ietsje minder intensief. We doen er nog twee aan de kant. Uit en in. En uit en in. Uit en de laatste. Hop. Oké, plaats je voeten. Breng je armen boven je hoofd. Armen opzij. Rol naar je kant en duw jezelf terug recht. Kom terug recht op. Benen terug. Ja, we gaan één been heffen. We houden onze rond mooi recht. En we heffen 1, 2, 3. Dus we hebben straks 4, 5, 6. Zo, goed. Ha, probeer hier op slot of hier mooi recht te blijven en niet doorzakken. Mooi recht, nog 4, 3, 2, 1. Andere kant. Ja, we voelen dat weer goed aan onze bovenbenen. Probeer mooi recht op te zitten. Schouders open draaien. 1, 2, voilà, nu zijn we weg. Kleine bewegingetjes. Bovenbenen moeten werken om telkens dat been omhoog te brengen. Nog 4, 3, 2, 1. Span. Schud een keer je benen los. Ik denk dat jullie dat hier ook, ik hoop dat jullie dat hier ook gevoeld hebben. Dat is de bedoeling. Oké, we maken een draaitje. We komen op handen en op knieën te staan. We hebben deze vorige week ook gedaan. Linkerhand gaat naar buiten of gaat naar voren. En rechtervoet gaat naar achter. Je strekt je been uit. Je hand komt mee zo ver als dat je kan. En we gaan nu hier de grond tikken en terug omhoog. Grond tikken en op. Grond en op. Voilà. Alsof dat er iemand aan je voet trekt en aan je hand trekt of aan je vingers trekt, maar echt naar voren. Ja, dus niet dit, niet omhoog, maar echt mijn voorrijken aan terug. Voor en terug. We doen nog 4, 3, 2 en plaats terug neer. Goed, wissel van benen, wissel van hand. Bij mij is dat nu linkervoet en rechterarm. We brengen alles in de lucht. Buikspieren op slot. Dat wil zeggen hier navel proberen intrekken. Niet laten doorzakken. Hier. Ja, maak je lang. Als je kan ook hier. Probeer niet je schouder in een zak te laten. Maar probeer weg te duwen van de grond. Ver weg. Oké, en we tikken. En we maken lang. Tik. En maak lang. Ha, hier. Er trekt iemand hier aan je vingers. Die wil je een centimeter laten groeien. Ha, goed. Kom maar. Tikken en uit. En tikken en uit. Als je kan, probeer ook je hoofd in het verlengde van je lichaam te houden. Ik kijk zo af en toe een keer naar voren. Alsof ik naar jullie kijk, maar dat is niet zo. En in en uit. Kom maar. Nog 2. Hop. Laatste. Hop. Plaats arm en been. En draai je terug om. Goed. We gaan terug gaan liggen. We rollen terug af. Rechter rug, zo traag als je kan. Wervel per wervel per wervel per wervel. Zonder dat we één keer gaan platvallen. Dat is ons doel, dat proberen we. Goed blijven ademen, we maken ons lang en we zijn vertrokken. Hè. Op je eigen tempo. Ben je wel een beetje sneller, dan blijf je eventjes wachten. Oké, kom aan, probeer hier alles op slot te houden. En nu rol je je rug af, wervel per wervel per wervel. Zonder dat je één keer neervalt, als je dat kan. Super zin. Oké, goed. Maak je volledig lang. Oké, en nu tikken we terug afwisselend onze knie of onze hand. Tikken en terug. Tikken en terug. Dus breng je knie op en uit. En op en uit. Ha. Op en uit. Kan je ook al zitten terug als je neerzit op de stoel. Breng je been of breng je knie omhoog en tik met je hand je knie. Nog 4 en 3 en 2 en op. Oké, je brengt twee handen naar boven, twee knieën naar boven en nu terug afwisselend uitduwen. Ja, rechterhand, linkerbeen en terug. Buikspieren op slot houden, op hier. Hoe verder dat je laat zakken, en we draaien, hoe lastiger het wordt. Ja? Dit is even goed, hè? Doe wat je zelf kan. Van naar achter helemaal, waar je wilt. Uitstrekken en terug. Nog eentje aan elke kant, laatste. Oké, goed.
Pak je knieën vast. En als je kan, trek ze een keer naar je borstkas toe. Geef jezelf zo een keer een dikke knuffel hier. En dan laat je alles los. En maak je terug lang. Hier, zo ver als je kan. Duw jezelf uit. Maak je zo lang mogelijk. Oké, en dan rol je terug naar die kant. Hop, kom terug op handen en knieën. Linkerhand, rechtervoet. Gaat de lucht in. Rechtervoet is weg. Linkerhand is in de lucht. Oké, en nu gaan we op diagonaal. Dus opzij en terug. Zowel je hand en je been. Dus je ziet het eerst mooi recht naar voren. Opzij en terug. En opzij en terug. Voilà. Opzij en hap. En opzij en hap. Denk terug aan buikspieren op slot. Oeps. Kom een beetje draaien. En opzij en terug. Probeer uit te duwen vanuit je schouder. Eén mooie rechte lijn. We doen er nog twee. En terug. En laatste. En plaats hand, plaats voet en wissel van kant. Linkerbeen bij mij. Rechterarm. Uitduwen vanuit je schouder. Buikspieren op slot. En we gaan op diagonaal. En terug naar het midden. Op diagonaal. En terug. Zowel je been als je arm gaat opzij. En terug. En als je kan, probeer je op dezelfde hoogte te blijven. Samen opzij, samen terug. Nog vier keer. En drie. Twee. En laatste. En terug. Oké. Goed, blijf eventjes hier. We ontspannen onze polsen. Ja, we plaatsen straks onze handen terug onder onze schouders. Ja, we gaan samen vier keer gaan uitduwen. Ja. Als je wil, blijf je handen onder je heupen. Ik toon, doe je dit. Wil je het een beetje moeilijker maken, dan schuif je knieën wat verder naar achter. Maak je één rechte lijn en duw jezelf hier op. Wil je het nog moeilijker maken, dan ga je in pomphouding staan. Maar mijn teen werkt tegen vandaag. Dus ik ga ook op de knieën samen met jullie. Kies voor jezelf. Ofwel knieën onder je heupen, ofwel knieën een klein beetje verder. Vier keer zijn we betrokken. Oké, let's go. En één. En duw uit. Ga zo diep als je kan. En als je terug. En tot waar dat je jezelf terug kan opduwen. Hè? Nog eentje. Hop. En terug. Oké. Zeer goed. We draaien ons terug om. Ontspan bos. Straks gaan we die nog een keer doen voor vier. Ja? Dus hou je klaar. Of houd al in gedachten dat we straks nog één keer gaan doen. Oké, nog één reeksje van onze benen. We heffen ons been op. Rechterbeen begint. Ja, zo tonen. Je heft je been op. Kruisen. Hop. En neer. Op. Kruis over. En neer. Dus 1, 2, 3, 4. 4 bewegen. 2, 3, neer. Op. Over. Terug. Neer. Nog 4 keer. Hop. Hop. Neer. Nog 3. Ha, goed. 2, yes. Laatste. Oké. Denk terug aan die rechterrug. Klein beetje naar achter leunen als het nodig is. Wissel van kant, andere kant. En 1, 2, 3, zak. 1, 2, 3, yes. Hap, pam, pam, pam. Zo, nog 4 keer. Dan hebben we er 8 gedaan. 1, hap, hap, yes. Nog 3. Kan je buikspieren op slot houden? Yes. Goedje, nog eentje. 2, 3, 4. Oké, en ontspan de benen. Ik hoop dat jullie dat ook gevoeld hebben hier. En jullie quadriceps, onze beenspieren aan de voorkant van onze bovenbenen. Goed, zijn we terug klaar om de laatste keer af te rollen? Armen zijn voor ons, of hier, mag ook, wat je zelf wilt. Rug is eerst mooi recht. We rollen naar achter en dan wervel per wervel naar beneden. Zonder te ploffen. Laatste keer. Oké, kom aan. En rollen, rollen, rollen. Blijf naar voren kijken. Schouders ontspannen. En probeer zo traag als je kan te gaan. Yes. Ha. Mijn laatste was mijn beste. Hoe was dat bij jullie? Oké, maak je volledig lang. En we tikken terug afwisselen met onze knie en onze arm.
Hap en terug. En in en uit. En in en uit. Kom aan. Nog 4. En 3. En 2. Blijf boven. Breng je andere knie en andere arm bij. Oké. En terug uit. En in. En uit. En in. En hap. En in. Denk uit. Uitstrekken. Hoe lager, hoe lastiger. Recht naar boven. Minstens even goed. Enkel been kan ook. Combineer arm met been. Doe of maak ervan wat je graag wilt en wat je er goed bij voelt. Ja? Nog 4. En 3. En 2. Laatste. Oké. Ontspan benen. En laat je armen nog een keer naar boven komen. Schitterend. Op. Rol. Draai je op. En zoals beloofd, zijn jullie klaar om te pompen. Nog 4 keer, of kunnen we nog 2 keer 4? Moesten jullie nu kunnen stemmen, hè? Ik denk dat we 2 keer 4 ook kunnen. Ik denk het wel. Het is maandag, we hebben veel energie van het weekend. Dus we gaan 4 keer doen, even rusten en nog 4 keer doen. Misschien zijn jullie nu zo, oh nee, maar ik kan het toch niet horen, hè? Oké, kies je uithangshouding, knieën onder het bekken. Of knieën een beetje verder, één mooie rechte lijn. Handen op schouderbreedte. Ja, probeer je armen niet te overstrekken. Ik heb zelf ook wat overstrekte armen, probeer dat niet te doen. Oké, 4 keer zijn we vertrokken. En 1, en 2, kom aan hè. 3, 4. Goed, eventjes rust. Laat je schouders polsen ontspannen. Koelen en uitademen. Als je wilt, kom eventjes rechtop. Rol een keer af, laat even je polsen los. En dan gaan we voor onze laatste 4. Oké? Goed. Plaats terug handen. We zijn er klaar voor. Yes, let's go. En 1. Doe op je eigen tempo. Hè. 2. 3. Nog eentje. En 4. Zeer goed. Oké. Doe jezelf recht. Zet één voet voor en kom helemaal recht. Oké, goed. We gaan van rechtop staan eindigen. Schouders losdraaien. Dat lukt nog net hier. Eventjes naar voren ook. Oké, en adem heel diep in. En laat alles los naar beneden. En nog een keer adem in. En laat alles los. Oké, super. Goed. Ha, het heeft mij alweer deugd gedaan na het weekend. Ik hoop bij jullie ook. Ik zie hier, ik ben er terug bij. Bij mij alles oké. Eventjes fout bij laden. Ik hoop dat het ondertussen gelukt is. Zo niet kan je nog altijd eventjes herbekijken. Wat meer bewegingen op de grond. Maar zoals ik al zei, ik heb hier mijn ontstoken grote teen. Dus ik hoop dat het beter is. Vanaf morgen is mijn collega Karin terug. En zij zal morgen om 11 uur de beweegles geven. Dus zorg dat je erbij bent. Het is zalig. Ik ga ook meedoen met haar uiteraard. Het doet mij deugd om tussen het werken door gewoon 15 à 20 minuutjes recht te staan. Even te bewegen. Even een inspanning. En dan kan ik er weer tegenaan. Goed, ik zie jullie graag terug. Eventjes denken. Woensdag is de feestdag. Dus het zal voor mij donderdag om 11 uur zijn. En morgen om 11 uur is Karin van de partij om jullie mee in beweging te nemen. Goed, tot dan. Dag.